Hallo en leuk dat jullie weer kijken naar deze extra video van Magical Rides. Ja, vandaag is een heel bijzondere dag voor de Samsa fans. Vandaag komt namelijk de nieuwste videoclip van Samsa Marie uit. Deze gaat noemen Wij gaan naar Spanje. Het is natuurlijk ook wel weer om naar Spanje te gaan, want het is niet echt heel lekker weer. En in Spanje zal het wel beter weer zijn, dus het is fijn om naar Spanje te gaan. Wat is er bijzonder aan Wij gaan naar Spanje? Het is eigenlijk de allereerste videoclip in nu de periode van Samsa Marie waar dat Gert volledig uit beeld verdwenen is. Dit is echt een nieuwe startclip. De videoclip begint binnen een kleine minuut, dus ik ben heel erg benieuwd. Voordat ik eigenlijk kan beginnen aan de video, moet ik nog even iets zeggen. We hebben een paar technische problemen waardoor ik nu niet op de laptop naar de videoclip kan kijken zoals ik anders doe. Dus ik ga het op de tv bekijken. Dus jullie gaan mijn eerste reactie zien van de zijkant. Ik hoop dat dat niet erg is. Jij bent mijn Gigi, mijn Romeo, mijn Don Juan. Keileuk nummer, hè? Dat is ook zo'n zomersnummer. Ik denk dat de nieuwe videoclip van Samsa Marie ook een echt zomersnummer gaat zijn. Ik hoop ook dat ze het gaan verstoppen in een zomershow. Ik hoop dat echt. Ik heb het nog niet gehoord. Maar ik heb een goed gevoel. Ik heb echt een goed gevoel. En we gaan er bijna aan beginnen. Dus ik vind het echt enorm spannend. K3 is bijna uitgezongen. Spannend. Dit is een beetje zoals al die first reaction video's. Normaal gezien horen we het liedje altijd al van Samson bij Eminem. Dat is dit jaar niet gebeurd. En K3 is uitgezongen, dus het gaat nu echt zo dadelijk beginnen. Ik ben heel benieuwd. Reclame Studio TV. Heel spannend. En hier gaan we. Ja, ik ga de tv afzetten. Jullie horen hier nog de begintune van het lachlied. Dus we zijn een beetje aan een Samson-uurtje begonnen. Maar goed, we gaan het vandaag niet hebben over het lachlied, maar wel over Wij gaan naar Spanje. Ja, ik vond het leuk. Het is echt geen gemakkelijk nummer. Het zit er totaal nog niet in. Zelfs het refrein zit er nog niet volledig in. Het is een heel moeilijk nummer, vind ik zelf. Maar ik vind de clip wel heel erg leuk. Want de clip doet me heel erg denken aan Mexico van Samson Gert. Het is echt die volledigzelfde sfeer, dezelfde... Het zegt hetzelfde. De videoclip zegt hetzelfde. Ik vind het een enorm grappige clip ook. Ik vind het heel tof dat het busje van Samson Marie op een bepaalde manier... in gestopt is. Ik kijk er wel naar uit om het nog eens te zien eigenlijk. Ja, ik vind het een heel leuk nummer. Het is een heel zomers nummer. Het is heel vrolijk. Het heeft eigenlijk alles van een goede Samson zomerhit en van een goede clip. Dus er is ook heel veel werk gestopt in de clip. Dat voelt je gewoon. Enorm veel decors. Dit is echt een mooie videoclip, vind ik. Ja, ik denk misschien wel een van de mooiste videoclips van Samsa Marie. Dus
dikke duimpjes omhoog. Ik neem aan dat jullie dit allemaal willen zien. Dat kan ook. Alleen niet allemaal nu, helaas. De videoclip is vanaf nu te zien via Studio Holland TV. Dat kan natuurlijk via Proximus, als je Proximus hebt. Heb je geen Proximus, dan is het iets minder makkelijk om te kijken. Dan kan je nu al luisteren naar de muziek via YouTube. Ik zet hieronder in de beschrijving een linkje naar het liedje, zeg maar, op YouTube. Je kan ook luisteren naar de muziek via muziekstreaming platformen. Dus er zijn al manieren om te luisteren. Maar ja, zien, als je geen Studio Holland TV hebt, dan zal je moeten wachten tot vrijdag. Vrijdag om 5 uur, als ik het goed heb, gaat de videoclip in première op ja, het officiële kanaal van Samson Marie op YouTube. Dus zeker kijken, want het is echt een heel, heel, heel toffe clip om eigenlijk de zomer officieel mee te starten. Ook al duurt het nog wel even eer dat de zomer start, maar ik bedoel, binnen een dikke maand kunnen we misschien allemaal richting Spanje gaan. Dus met die muziek op de achtergrond, keileuk. Ja, ik zou zeggen, allemaal kijken. Nu, ja, dit is mijn eerste reactie op We gaan naar Spanje van Samson en Marie. Maar ik wil hier vandaag nog een reactie geven. Delen met jullie. Het zijn namelijk geen gemakkelijke dagen voor de Studio 100 fans. Helemaal niet. Degenen die social media hebben, die zullen misschien al gehoord hebben over het verhaal van Stan, die eigenlijk uitgelachen werd vanwege zijn K3 outfit. En ik vind dat echt niet leuk dat iemand hem daar, of bepaalde mensen hem daarbij uitgelachen hebben. Dat vind ik niet oké. En dan wil ik eigenlijk, ja, tegen diegenen die eigenlijk mensen uitlachen vanwege een hobby, wil ik eigenlijk zeggen van, goh, ja, het is misschien soms raar, iemand anders een hobby, maar iemand anders een hobby is zijn of haar geluk. Ik vind ook niet alles leuk dat een ander fan van is of zo, maar ik begrijp het wel, ik probeer het te begrijpen. En om dan weer terug te gaan naar het K3 verhaal, K3 zong meer dan 20 jaar geleden al dat iedereen een beetje verdraagzaam moet zijn. En ik vind, ja, dat iemand zijn of haar fandom respecteren een heel kleine moeite is. Dat vind ik. En ik vind ook dat we echt voor elkaar respect moeten geven, respect moeten tonen. Begrijp je de hobby niet? Dat snap ik. Dat snap ik heel goed. Ik heb ook dingen die ik niet begrijp. Maar ik respecteer het wel. En dat is heel belangrijk, respecteren. Want zo is er meer leuke dingen in de wereld. Als iedereen elkaar respecteert, is er veel meer leukere dingen in de wereld. En dan wil ik nog iets kwijt aan degenen die, ja, ook minder leuke momenten hebben gevoeld omdat zijn of haar hobby niet gerespecteerd werd. Ik heb het zelf ook gevoeld. Dat het feit dat mensen mijn liefde voor Samson niet respecteerden, mij daar zelfs voor keuzes hebben gezet, die ik volledig verkeerd bekeken heb en zo, wat niet oké is. Maar maak diezelfde fout niet. Wees fan waar je fan van bent. Als jij gelukkig wordt van K3, dan ben je gelukkig van K3. Ben jij gelukkig van Samson, dan ben je gelukkig van Samson. Van Kabouter Plop, maar het gaat verder als deze Studio Holland wereld. Ben je fan van Disney, van voetbal, van Formule 1? En wil jij graag met een shirt van Max Verstappen rondlopen? Doe dat gewoon. Doe dat gewoon. Dat geldt voor alles. Van Messi, een shirt van Messi. Een shirt van Samson. Een shirt van K3. Doe het gewoon. Spread the love. Spread your love. Eigenlijk komt alles helemaal goed. En als iemand dan je dan toch eens uitlacht, dan denk je jezelf van, het is oké, hij of zij begrijpt het niet, maar ik ben er gelukkig mee. En dat wou ik even kwijt aan jullie allemaal. En
Ik zou zeggen, kijk allemaal, wij gaan naar Spanje. Maak jullie klaar voor de zomer. En ja, ik wens jullie allemaal een heel fijne dag. Dag!